Hallo kijkers van IMT. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag met Prison Architect. Deze game heb ik volgens mij al wel eens een keer eerder gespeeld op IMT. Maar ik ga deze game nu weer overnieuw proberen. En ik heb nu al, zoals jullie kunnen zien, een aantal opties aanstaan waarvan ik denk van ja, dat is leuk. Laatst was er ook nog een update met escape plans. Dat ze gevangenen over de hekken heen kunnen proberen te gaan klimmen met ropes. Dus dat is ook op zich wel ja, moeilijker om te maken. Maar eerst ga ik waarschijnlijk gewoon een beetje blauwdrukken maken. Zodat we dan in ieder geval een beetje wat hebben. En dat ga ik dan gewoon in de tussentijd doen. Dus dan kom ik zo wat weer terug. Dus tot zo. Oké, ik ben er weer. Ik heb nu dus eventjes een goede blauwdruk even gemaakt. Dus dan gaan we nu eventjes gewoon maken dit. Wat behoorlijk wat kost, denk ik. Ja, zeker. Je maakt er gewoon een gevangenis ervan. Ja. Oké, waarschijnlijk kunnen we nog wel een subsidie aanvragen. Dat lijkt me wel fijn. Dat is, zoals jullie kunnen zien, hier komt de receptie, hier komt de bezoekersruimte, de tijdelijke cel, de douche, de keuken, kantine en de luchtplaats. Dat is gewoon nog een beetje de basis, vind ik op het moment. Dus ja, we gaan ze nu gewoon mooi mee bezig. Deze gaat nog even gesloten. En misschien dat ik nog wel eens tussendoor een beetje ga skippen met wat er allemaal moet gebeuren, laat ik maar zeggen. Dat is wel handig op zich. Ik maak hier ook gewoon een dubbele hek van. Gewoon een beetje veilig te zijn. Ook al zal het aan het begin nog niet heel hard nodig zijn, maar hey. Hier kunnen we dan ook nog bewakers gaan lopen, dus dat is wel een handig idee. Misschien dat ik ze ook nog wel een keer veranderen naar een veilige omgeving. Dus zo doen, dat het ook een beetje duidelijk is. Ja. Wat dan nou weer? Geen route. Oh. Geen wonder ook. Ik ga alvast even wat muren regelen voor de receptie in ieder geval. De bezoeksruimte die laat ik nog wel even gewoon zo openstaan. Oké, de receptie. Dan maak ik alvast de kamers aan. Ook dat nog. De douche hebben we hier nodig. Niet zo groot, de douches zijn natuurlijk. Een luchtplaats ook niet zo groot. Oké, ik ga even de muren regelen, zodat we dat ook al vast hebben. Gaan we wel hard nodig hebben natuurlijk.
vind het ook grappig dat, dat die palmvakketjes ook gewoon een deur uit hun broekzak weten te toveren. Krijg ze van, hè? Hier komt de gevangenisdeur in. Hier komen twee deurtjes in. Oké, top. Oké, de grote leiding, ja, die moet natuurlijk ook. Ga ik ook een beetje tactisch neerzetten, eerlijk te zijn. Zodat gevangenen niet zo snel kunnen ontsnappen. Oké, wc en de bank. Onvoldoende geld. Oh, dan hebben we dat probleem ook nog. Dan moeten we maar gewoon even wat regelen, want als we geen geld hebben, dat is een beetje een probleem. Blauwtangen die kunnen in ieder geval. Hoppakee, weg ermee. Nou, ik skip even door totdat we in ieder geval de prisoners alvast hebben. Oké, de gevangenen die zijn er in ieder geval weer. Ik ga dus nu eventjes een beetje proberen om. Nou ja. Als een beetje. Oh, kut. Te completen in ieder geval. Nou ja, het zal wel niet helemaal gaan lukken, denk ik, maar. Zie. Een fornuis, koelkast en grootsteen. Nog even een vakertje kopen. Kopen. Oké. Dan moeten we nog twee koks aannemen. En dan leggen we de water een hoeveelheid nog een beetje aan en dan kunnen we weer gelijk een subsidie aannemen. Natuurlijk niet zo goed te beginnen, maar in ieder geval dat we wel een kleine basis hebben, laat ik maar zeggen.
begint nu al. Jezus. Hey, foto. Een metaaldetector. Even een aantal tafels aanschaffen. Zo. Bouwen bezoekersruimte. Nou, dat kunnen we heel simpel maken. Daar heb ik net niet genoeg voor nog eentje. Het kost 1000. Poeh, jeez. Nou ja, maar je snapt in ieder geval het idee wat ik hier probeer te maken. Dat de bezoekers gewoon een... zo zie. Ik weet dat deze even een gevangenisdeur maken. Laat ik maar gewoon zeggen, gewoon voor de veiligheid. Nou, die kan ik nog niet aannemen, helaas. Nou ja, dan komen zo in ieder geval weer wat nieuwe gevangenen aan, dus dat scheelt. Het is alleen altijd even een beetje jammer dat je altijd zo lang moet wachten voordat we een beetje geld krijgen. Maar ja, we hebben in ieder geval de basic, dus dat scheelt. Het zal misschien niet heel snel gaan, maar... Nee, genoeg. Oké, okay, top. Kan ik even de boekjes bezoekersruimte even afmaken. Zo. En dan maken we daar gewoon de groepsruimte van, sure.
Zwelpak A. In de groepsruimte moet een poeltafel, bankje, hoeveel telefoonhokjes? 5, oké. Okay. Er is nog geen installeercel. Nee, dat klopt. Het lijkt me misschien wel verstandig om een isoleercel. Ja, hoe snel zijn. Oké. Okay. 1, 2, 3. Dan moet ik dan maar even met bouwdrukken doen. Zo goed. Toch om er zeker van te zijn. Niet dat ze dan ook spontaan ontsnappen, want dat zie ik ze ook nog wel doen. Heb ik het nu al goed afgemeten? Tuurlijk niet. Nom, nom, nom.
Nou, we gaan het in ieder geval zien hoe het allemaal gaat. Jezus, Mina. Tuurlijk, de ene wc die niet goed mee wil werken. Nou, ik ga nog een ziekenboeg maken, denk ik. En dat lijkt me wel het enige wat ik nog wil maken. Zo ongeveer. Oh. Psycholoog. Iedereen wil snappen. What the fuck is going on? Laat ik hiernaast maar ook even een mortuarium maken, want dat is nogal wel nodig voor de mensen die een beetje doodgaan. Nou, in ieder geval kan ik weer een nieuwe subsidie aanhouden. Gevangenisonderhoud. En ik denk dat we dan de volgende aflevering wel de gevangeniscel ding maken. Oh, en moet je eens kijken wat er nu gaat gebeuren. 1, 2. En iedereen gaat zo gewoon snappen. Of toch niet? Nou, dat komt er goed uit. Dat is helemaal top, joppie saus. Mortuarium. Wat voor agressieproblemen, Jezus. Metaaldetector. Ook wel erg handig. Net zoals hier het aantal neerzet. En hier. Dat betekent wel dat ik het waarschijnlijk niet heel goed gaat doen. Zet maar gewoon 4 bij.
En hoppakee. Voorman. Of ik ga nu deze aflevering weer afsluiten. Ik hoop het leuk vonden. Geef like aan het kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.